Yo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En ik denk dat het tijd is om eens een lowrider te tunen. We hebben nu al 3 auto's getuned. Maar ik wacht echt al heel lang erop om eindelijk eens een dikke auto te tunen. Genaamd de lowrider. Ik zou ook heel graag de dubs bij de tunes wat ik al eens heb verteld. Maar ja, dat gaat ooit nog komen als ik hem vind. Laten we maar hopen. Ja, op de kop. Op internet gaat perfect. Wat zei jullie net? Lowrider. Oh, wacht, ik moet daar. Ik moet hiermee. Nee. Hier stond die app normaal toch? Oh, ik kan ook gewoon zo. Oké. Home, show, room. Wij gaan even kijken wat we gaan kopen. Stok. Dan koop ik mij Vappuccino, die auto hadden we net. Fuck. Die hebben we. Deze. Deze heb ik allemaal gekocht, weet ik zeker. In ieder geval zetten ze in garage 1. Dan gaan we beginnen met de bus. Als jullie de volgende auto's ook wel eens gezien, getuned zien worden, zeg dat, dan ga ik dat ook sowieso doen. En ja, ga een beetje stunten met onze vorige auto en dan gaan we die verder uittesten. Zodat je een idee krijgt of je hem wel kan kopen of niet. Ik kan ook aan mijn eigen skills leggen, want die heb ik namelijk niet. Ik heb de gameplay even wat zachter gezet, want anders kon je mijn stemmetje goed horen. Denk ik. En dat boeit ons niet. Maar ga ik ook snel. Ja. Level 560 is toch best hoog eigenlijk, of 600. Maar ik dacht dat er veel meer mensen waren die dat hadden, maar het schijnt dus bedreigd te zijn. We kunnen beter even naar onze garage toe, of nee, we pakken gewoon een vliegtuig. Ja, dat doen we dan. Dan laat ik dat ook meteen even zien. Ik kom nog overal ergens. Even rijden met de bak. Dat doe ik met missies, heb ik er zo vaak gereden als ik die missies ging doen. Dan ga ik hier naartoe. Oh, deze auto die trekt lekker op. Prachtig. En dan rem je even en dan. En dan ben je gewoon als eerste op het vliegveld. Dan voel je zo master, hè. Die met zijn team te strijden. Je moet te strijden en een best event te doen. Kijk, mijn body armor trouwens, heb ik niet laten zien. Dan lag je kapot. Ik had beloofd om vliegtuig te gaan, dus ik ga ook even naartoe. In ieder geval vind ik het wel vet om mijn body armor naar jullie te laten zien. Inventory. Oh, die Zeldon, die gaan we ook nog getuned. Die heb ik alles getuned, maar die was gewoon zo. Ik vond hem echt poep getuned. Hoe vonden jullie hem vet? Ik vond hem niet vet. En daar gaat het om. Oké, wacht. Oh, je wacht, mijn body armor, dat wil ik laten zien. Oh, ik heb trouwens hier nog mijn been, kan niet tegelijk. Waar staat hij? Oké, wel, als ik nou met mijn andere been, mijn been krap. Oké, wel, even te hoi. Kijk. Kijk hoeveel boeien er omhoog. Super sick. Ik heb ze gewoon max 5. Je kan er maar 10. Ah, ik voel me zo slecht. Nee, ik voel me geweldig. Dus daarom geef ik ze weg, omdat ik jullie ook zo geweldig wil laten voelen. Ik heb met hard knokken effecten deze vrij kunnen kopen. Het heeft me veel gekost, ik heb het ervoor over. Klul. Ik heb er niet eens af hoeven te doen. Gewoon het knopje kopen klikken. Oh shit, die trill. Dit is de Besra en we gaan naar de garage.
shit, hé, niet zo trillen. Heb ik een parachute? Kan je dat zien? Oh ja, heb ik. We gaan naar het huisje van ons. Ik heb gewoon één huis en daar heb ik gewoon allemaal alle appartementen op. Als je ziet ben ik gewoon hier mee aan het praten. Sommige mensen reageren op met mij, ja, scheid. Scheid. We zijn er alweer bijna, dus het gaat best snel met dit stomme vliegtuig. Dus het gaat echt langzaam, ik dacht die versnelling. Skills. En hier moeten we zijn. Oh yeah. Boeien. En... Oh, niet... Nee, kijk, dit wil je dus voorkomen. In ieder geval, we zijn bij onze garage aangekomen. Kunnen we eindelijk beginnen met tunen. Ik geloof dat ik al 10 minuten bezig zijn. Dus, ja, het gaat wel de juiste kant op. Ja, weet je, dit is zo leuk, man. Je praat zo snel. Het gaat zo snel. Oh, waar zijn mijn vroeger zo lopen van? Huh? Nou, in ieder geval, we zijn er. Ik had hem bij garage 1. In ieder geval, het gaat lang een video worden, misschien wel 2. En dan ga ik naar binnen. Oh, uit. Garage. Oeh. Nee, shit, ik wil die 1 pakken. Kan je er ook mee naar de Los Angeles Custom rijden? Vraag maar even. Maar we pakken die pedobus en die gaan we dik tunen. Ik vind het wel een leuke toevoeging dat je die zo dik kunt tunen. Ik vind het echt vet. Maar dus die, al die shit hè, die ik net had in die ene garage zag staan, waar ik vandaag van... Huh? Wat is dit? Dat schijnt schijnbaar... Kijk deze bus. Toen ik op nog staan heb van, huh? De eerste aflevering van, wat is dat die? Maar dit is schijnbaar die lowriders die ik van tevoren gekocht heb. Dus ik kan je toch ook niet tunen. Oké, we gaan proberen of hier mijn Los Angeles Custom in kan. Ik weet dat iedereen al heeft geprobeerd, ze gaan het niet doen. Nee. We moeten helemaal hier naartoe. Oh my god. Waarom moet je zo ver rijden? Oké, daar gaan we. Het kost echt 10 miljoen om deze auto te tunen, hè? Heb ik van anderen gehoord. Ik ga gewoon ook 10 lowriders in mijn garage zetten. Ik ga gewoon alle lowriders in mijn garage zetten. Eén... Oh, een garage voor lowriders, een van supersport. En DLC-auto's. Als nou een nieuwe DLC komt, dan kan ik gewoon voor jullie meteen die dag zelf 10 miljoen of weet ik veel, 50 miljoen spending spree doen. Dan meteen alle nieuwe dingen kopen en kan ik jullie meteen uploaden voor jullie. Dus dat is zo fijn. Dan kan ik jullie meteen laten zien wat ik ervan vind en hoe het uitziet. Want al die grote YouTubers die doen dat altijd, die kopen meteen alles en laten het zien. En ik kon dat niet, dat vond ik zo shit en die kan dat niet. Ah jongen, dat is zo lijp hè. Dan kan ik gewoon alles laten zien. Nee, dat ik het niet had, vond ik niet erg, maar ik vond het erg dat ik jullie het niet kon laten zien. Dat vond ik echt erg. Die kan dat, is echt zo chill. Ik heb ook zoveel telefoontjes hebben, dat ik opeens level 800 ben en allemaal max hè, alles heb. Twee weken geleden toen ik nog niet deed aan modden, toen wist ik echt niet dat dit allemaal kon. Het kan gewoon, echt zo chill. Ik kan hier allemaal eens flink zeker krijgen, maar dat zie ik dan. Ik kan nog lachen, weet je. En nu nog wel. Stel je voor, je kan hier niet naar binnen. Lamar. Nee, oh, wacht, krijg je eerst. De intro van lowrider zeker. Te zien nou, kom. Ik heb trouwens echt een lelijk karakter. Dat is geen lowrider die daar stond. Dat was, geloof ik, die... Echt geloof ik de BMW. Ik weet niet veel van auto's, dus ik zeg maar niks verder.
Waar had ik een nieuw automerk benoemd dat nog niet eens bestaat? Ja, ey, dat boeit me allemaal helemaal niet. Ja, kan niet skippen. Ik wil autotunen. Verdomme. Yo mensen, dit is de eerste aflevering, want het duurt nogal even. Als ik klaar met Pater, sluit ik deze af en dan gaan we bij de tweede gewoon autotunen, zodat het apart is. Want anders dan kijken jullie eigenlijk voor het tune en dan zien jullie een half uur dit. Dus ja. Hoop jullie dat chill vinden en het begrijpen. Kom op. Dit duurt zo intens lang. Woe! Ja, Jasper, kun je dit? Oh. Downloading, je moet. Nee. Ik wil ook geen messie doen. Hey jongens, dit was de eerste aflevering van tune van Lowrider, dat het natuurlijk niet erg is, want we hebben helemaal geen Lowrider getuned. Maar dan heb ik die mensen, dan zien jullie meteen een aflevering dat ik hem aan het tunen ben, omdat je niet hoeft te skippen. Dus ik hoop dat jullie toch hebben genoten van deze aflevering. Het is een beetje een rare aflevering, maar desondanks, ja, later.